Drie jaar wordt het aangevuld, wordt dikker. Vier jaar wordt het nog dikker. Vijf jaar wordt het hele dik boek met alle resultaten. Maar wij volgen ook die ontwikkelingen. Namelijk met betrekking tot issues die spelen in de samenleving. Want je kan veel beleidsresultaten neerzetten. Maar als er issues spelen in de samenleving die zorgen voor een stukje onrust. Dan zijn die beleidsresultaten wel daar. Maar is dan toch in de samenleving een gevoel van onbehagelijkheid. Een gevoel van onrust. Als mensen ziek zijn en geen zekerheid hebben. Dat ze een goede behandeling kunnen krijgen vanwege het ontbreken van dokterskaarten, basiskaarten. Als mensen een perceel hebben en het gevoel hebben dat het perceel kan ingetrokken worden. Of mensen een aanvraag hebben ingediend en het gevoel hebben iemand anders kan het aanvragen. Dat zijn er geen dingen die een prettig gevoel vormen. En dat is wat we noemen welzijn. Je moet een goed gevoel hebben. En we zien dat, namelijk dat gevoel waar wij zeggen dat er meer geïnvesteerd moet worden. Dat is, zijn de zaken die te maken hebben met de prijzen in de winkels. Daar moet een structureel verandering aanbrengen. Dat is een grote uitdaging. Met name als je voor een vrije markteconomie staat. Als je vrije handel voorstaat. Als je import-export vrijgegeven hebt. Ook op basis van internationale verdragen. Maar natuurlijk ook tegenvallers krijgen en tegenslagen krijgen als gevolg van COVID, als gevolg van een oorlog daar in Oekraïne, als gevolg ook van wateroverlast hier. Zo, dat heeft dat impact op tal van zaken. En zo hebben we zeker COVID en de oorlog in Oekraïne bijgedragen tot hele hoge prijzen van levensonderhoud in de winkels. Dat is een uitdaging. De politieke partij, de VHP, die heeft in ieder geval het initiatief genomen om dit vraagstuk aan te pakken door in overleg te gaan met hun eigen ondernemers. En zo zie je namelijk dat ze wel resultaat kunnen boeken. En het resultaat ligt simpel, namelijk dat de goederen rechtstreeks komen van de importeur, geen tussenschakels en de prijzen kunnen lager. En dat moeten we zien goed te bespreken. Ik denk dat ik over enkele weken alle importeurs ga uitnodigen. Winkeliers en een goed overleg met hen gaan. Om te kijken hoe we dit vraagstuk op een zodanige wijze kunnen oplossen dat er toch sprake zal zijn van winst. Maar zodanige winst dat iedereen kan leven in het kader van de crisisbeheersing, in het kader van een stukje solidariteit. Dus dat heb ik nog te goed en dat ga ik ook initiëren. We hadden ook de situatie rond de grond. En dit speelt in alle districten. Daar hebben we op ieder geval gezorgd dat er vanuit het kabinet van de president en het ministerie van GWB een goede coördinatie is. Met betrekking tot grondbeleid. En het beleid is niks anders wat we eerder al gepresenteerd hebben. En ieder moet een stukje grond kunnen krijgen. We beginnen alvast met de bewoning en bebouwing. Daarna gaan we naar tuinbouw, daarna gaan we naar de agrarische sector, omdat we ervan uitgaan dat de personen die een aanvraag indienen voor tuinbouw of agrarische sector al een woning hebben. Dus we geven de prioriteit aan bewoning en bebouwing. We hebben meer dan 70.000 aanvragen. En toen hebben we de minister gevraagd, samen met het team van het kabinet, ga alle gronden in de district identificeren. Dat is al geweest. Dat is 2 weken geleden gepresenteerd. En nu is de opdracht gegeven aan het team. Ga nu die gronden verdelen en we beginnen met 500 vierkante meter als grond voor die aanvragers. Aanvragers in SP, want ze zijn nog niet aangevraagd. En die presentatie is over 2 weken. En dan zien we namelijk hoe het verdeeld is. En alle personen die zich hebben laten registreren of grond hebben aangevraagd per district, die gaan een stukje grond krijgen. En dat is allemaal wat we dit jaar allemaal willen doen. En een andere vraag die gesteld is bij het invoeren van je gegevens, zij die het ingevuld hebben, die weten dat die vraag gesteld wordt. Ben je in staat zelf te bouwen? Nou, dat overzicht is ook al verkregen. Dan weten we namelijk hoeveel van de mensen zelf kunnen bouwen. Dan moeten wij als regering ervoor zorgen dragen dat goedkoop kapitaal ter beschikking komt van die groep. En dat kan ook gepland worden tegen eind van het jaar, begin volgend jaar, dat we dat goedkoop kapitaal ter beschikking stellen, zodat de mensen goedkoop kapitaal kunnen lenen om zelf te gaan bouwen.
Dan hebben we een categorie van mensen die niet zelf kunnen bouwen. En dan moet je als staat gaan bouwen. En wij hebben het besluit genomen om dat te doen op basis van public-private samenwerking. En public-private samenwerking heeft de minister van Openbare Werk al instructie gehad om die beleidsstrategie te gaan ontwikkelen. Want wij hebben in Suriname namelijk die strategie van public overheidsprojecten, overheidsadministratie, overheidsregels en overheidscomptabele regels en overheidsprocedures. Maar wat er ontbreekt is die public-private wat niet is ontwikkeld. En dat wordt nu door de minister van Openbare Werken ontwikkeld. Dat zal goedgekeurd. De eerste voorstellen zijn al goedgekeurd door de regeringsraad. En nu heeft u nog meer instructie gehad om dat nu verder te gaan verfijnen. Zodat we ook de woningbouw ter hand kunnen nemen op basis van public-private samenwerking. Natuurlijk, dat is de beleidsstrategie. Maar wat speelt is namelijk die gronden die aangevraagd zijn afgelopen jaren. En jammer dat ik moet constateren dat er grondaanvragen zijn van 30 jaar geleden die nog niet opgelost zijn. En ik heb persoonlijk op me genomen, dat is die afspraak die ik met de minister heb, we gaan die grondbeschikkingen uitreiken. U heeft zelf gezien, u was getuige hier in Nikkei, die personen die 30 jaar geleden hebben aangevraagd. 25 jaar geleden. En vandaag heb ik weer een paar personen ontmoet die zeggen, ja, van mij loopt ook al 30 jaar. We gaan het structureel aanpakken. Daarom heb ik een team hier samengesteld. Er wordt een presidentiële werkgroep met de vertegenwoordiger van GBB, met de vertegenwoordiger van districtsbestuur, een vertegenwoordiger van de DNA is erbij, een vertegenwoordiger van GBB ook hier zo. Dus kortom, een team dat nu dit proces voor mij moet monitoren, maar ook als unit moet gaan fungeren, om die klachten te accepteren dat dit daar gebeurt, dat dit daar gebeurt. En ze gaan rechtstreeks aan de president rapporteren. Zodat ik vanuit mijn niveau kan ingrijpen als er iets misgaat. Dus we gaan vanaf vandaag een beetje ordening brengen in het vraagstuk van grond. En structureel dat oplossen. En ik ga om de 3 maanden hier komen om grondpapieren uit te reiken. Zodat iedereen zijn of haar stukje grond krijgt en die keer waarop meer aanspraak kan maken. Dan hadden we het aspect van Basel, speelt al een tijdje. Je merkt in het parlement hoeveel discussie er niet ontstaat, hoeveel emotie, hoeveel mensen slachtoffer worden, hoeveel politiek er bedreven ook wordt. En hoeveel, laat me zeggen, ondermijning er ook aan staat bij verschillende afdelingen. En ik heb mijn omstandigheden laten informeren in de stad. En ik heb met de minister gesproken, ook in de regeringsraad, dit gaan we aanpakken. Want het probleem, ik krijg eerder dat het probleem wordt gecreëerd en gehandhaafd, in plaats van dat het opgelost wordt. En we hebben modaliteiten uitgewerkt, we hebben in de regering gesproken en vandaag hebben we het hier geïmplementeerd. Nikkei als eerste district, maar het gaat landelijk werken. En dat is namelijk die modaliteiten van tot 16 jaar. Geef de mensen 4 jaar klaar. En geen bureaucratie en dergelijke. ID is al voldoende. Dan 60 plus, zelfde ID met 60 jaar, hier heb je. Klaar. Die groep tussen 16 en 60, 17 en 59 jaar, daar moeten we goed gaan onderzoeken. Waar heb ik al gezegd heb, de wet is daar en de wet zegt, de werkgever is verplicht voor de werknemer verzekering te sluiten en de kinderen van de werknemer. Dus daar moet het opgelost worden. En we gaan achter die wet en we gaan achter die persoon ook aanzitten. Maar het kan ook zijn, terwijl we achter die persoon aanzitten, dat mensen ziek worden hier. Dus we beginnen alvast hier op te lossen op basis van onze eigen verantwoordelijkheid als regering. Namelijk die personen die een chronische ziekte hebben. 16 plus jaar, dus vanaf 17. Chronische ziekte, geef hem al een kaart alvast. Zwangere vrouwen, geef ze alvast kaart 2 jaar. Personen met een beperking, geef ze die kaart. En die andere mensen kan je een kaart geven voor bijvoorbeeld, dat moet de minister allemaal gaan uitwerken, bijvoorbeeld 6 maanden. En daar ga je dan onderzoeken, hé, jij krijgt al, je hebt al een verzekering. Wat zijn die ambtenaren zijn? Die weten dat zij verzekerd zijn en hun kinderen ook verzekerd zijn. Dus dat kan uit het systeem. De personen die werken voor bedrijven, alle, laat mij zeggen, goede bedrijven, die een goede boekhouding hebben,
die hebben hun werknemers en hun kinderen verzekerd. Die kan je ook uit het systeem weghalen. Want als we alles op ons gaan nemen, dat doen we zelf door wat de vorige regering gedaan heeft, dan creëren we een financiële crisis, wat nu gebeurd is in die gezondheidssector. Door iedereen te laten verzekeren. En als er opschoning plaatsvindt en mensen zijn weggehaald, dan krijg je klachten. Ik ben ook een voorstander van, laat mensen niet zomaar weggehaald worden. En laat er een onderzoek plaatsvinden dat objectief is, realiteitsgezind is, maar ook gebaseerd op duidelijke indicatoren. En heb je gewoon maar je jari, als je, oh, want jari, maar op zomaar van jari, 5 hectare, en op toekau weghalen, want ze zijn rijke persoon. Waaruit bestaat die inkomsten met 5 hectare en 2 koeien? En zo zijn een heleboel mensen uit het systeem eruit gegooid. Alles moet rechtvaardig, alles moet transparant, alles moet eerlijk gaan gebeuren. En we hebben hier ook een team voor aangewezen. Dat gaat een presentiële werkgroep zijn met bedrijf tot baas elkaar. En alles gaat hier gemonitord worden. En vervolgens hebben we vanaf vandaag ook een kantoor voor baas elkaar. De opdracht is gegeven, binnen 2 weken moet ik voorstellen krijgen hoe die werkarmen van de Baselwet fungeren, namelijk de zorgraad en het uitvoeringsorgaan. Want als die 2 organen goed functioneren, dan zou ik als president niet met het vraagstuk bezig hoeven te houden. Daar gaan we kijken hoe zij functioneren en als er daar gebrekkig functioneren is, gaan we daar ook maatregelen treffen. We hebben ook het besluit genomen, binnen 2 weken moet daar ook een scan plaatsvinden bij die afdelingshoofden van de verschillende kantoren. Want het blijkt dat we als regering besluiten nemen. Het blijkt dat we als regering een beleid hebben uitgestippeld. Maar we zien tegenwerking van het beleid daar bij die afdelingshoofden. Omdat er daar personen zijn met een politieke agenda. En die gaan we aanpakken. Die gaan we aanpakken. En die opdracht zal geven, 2 weken, moet ik een scan hebben. We hebben als regering gezegd, we zijn aangetreden, we gaan met alle Surinamers werken. Maar we verwachten wel van alle Surinamers dat ze het regeerbeleid gaan ondersteunen. Maar heb je compleet politiek dapper, dat politiek op plena YouTube. Laat duidelijk zijn. Zo? Dus, mijn mensen, dat is voor wat betreft Basel. Onze structuur is een adviseur, meneer Ramsekoel, is adviseur op het kabinet belast met grondbeleid, coördineert met het ministerie van GBB. Hij gaat vanuit het kabinet hier coördineren met de presentiële werkgroep. Dus hij gaat strak aansturen. En zo gaan we al die problemen in de verschillende sectoren aanpakken. Dan waren er issues die te maken hebben met natuurlijk alle ICO, alle pressie. Binnenland binnengegaan. Dam opwaarts. Sipaliwini. Dam neerwaarts. Brokkepondengebied. En we hebben grote meetings georganiseerd met deskundigen van meteodienst, van universiteit, van staatsolie, met andere deskundigen. En alles wat je als informatie krijgt als regering. We zitten nu met de effecten van klimaatsverandering. Niet alleen Suriname, de hele wereld, de hele regio. En dan moesten we al inderdaad 50 jaar geleden deze maatregel hebben getroffen. Dat hebben we niet gedaan. De wereld heeft besluiten genomen dat we 2 dingen moeten doen om climate change, klimaatsverandering te beheersen. En dat is mitigeren en dat is adapteren. Mitigeren is namelijk, wat is de oorzaak van climate change? En een van de oorzaken is namelijk uitstoot. Dat uitstoot minder wordt. En dat moeten alle landen doen, behalve de groep. Met name de grote landen, de geïndustrialiseerde landen, die moeten dat doen. Want wij zijn carbon negatief als land. Dus onze uitstoot is minder dan wat we allemaal absorberen. Dus nogmaals, hier is het carbon negatief. En dat moeten we zo behouden. En we moeten aanpassen. Hoe moeten we aanpassen? En dat doen we al met onze mangroven aanplanten. En dat gaan we nu intensiveren met een bedrijf van Canada en Engeland. Dat nu bezig is in Guyana en ook bereid is ook in Suriname te investeren. We hebben contact gebracht met professor Naipaul. Nu wordt er een project beschreven.
Er wordt een MOU voorbereid om dit duurzaam te doen voor een kus. En wat is het voordeel van die mangroeven aanplant? Het is niet alleen voor die kustbescherming. Het is niet alleen voor die zeewering. Mangrovenplant heeft in ieder geval het karakter dat het veel absorbeert. Dus het levert internationaal en ook voor Suriname carbon credits. En carbon credits, daarmee kunnen we, dat beleid wordt nu ontwikkeld, kunnen we ook geld verdienen, handel drijven. Dus zo moet je het zien. En dat geldt ook voor het binnenland. En we beginnen alvast met die dorpen die bereid zijn. En Matawai-gemeenschap is het eerste dorp waar die Graman gezegd heeft, Jaso, president, een breia dorp uit. Wat president heb je, om goed in zijn moro heen, maar na boosie en omakoting, help ons. Oké, ga machines sturen, we gaan het doen. En voor de rest zegt het dorp, we gaan zelf alles ontwikkelen. We gaan zelf die hutten bouwen, we gaan zelf die scholen bouwen, alleen hebben we de hulp van die staat nodig. Om die hulp te kunnen sturen, moet er die weg gemaakt worden, want die weg is onbegaanbaar. Nou, ik heb een team samengesteld en kijkt u, binnen enkele dagen hier met de hele weg. Zonder nulzet van de overheid. Omdat er zoveel ondernemers daar bezig zijn, die ook belang hebben dat die straat gemaakt wordt. En ze zijn bereid een bijdrage te leveren. Nu hebben we een werkgroep, Matawai, en ook verschillende vertegenwoordigers van het ministerie en kabinet. En die gaan die problemen structureel aanpakken daar. En dat gaan we met alle dorpen doen. Natuurlijk die dorpen waar een stukje weerstand is om naar hogere gebieden te gaan of naar andere gebieden. Dan moet je meer communiceren, moet je meer gaan uitleggen, die bewustwording brengen. En dat is wat we nodig hebben. En dat geldt ook voor Nikeri. En daarom hebben we ook genoemd in ons presidentieel besluit waar we al de gebieden die getroffen zijn door die zware regens, of gebieden die onder behoorlijke impact staan van die zware regens, verklaard tot rampgebieden. En Nikeri en Koroni zijn ook bij, omdat ze ook getroffen worden door die zware regens. En dan zie je namelijk dat heel wat wegen onbegaanbaar worden. De ministers, LVV en OW zijn hier, zij kunnen hun deelnemen. Maar ik heb hen ook gevraagd. Ik weet dat het bijzonder moeilijk is tijdens zware regens met veel water te rehabiliteren. Maar zij zijn deskundig, ze hebben gekeken en ze hebben direct een paar acties ondernomen. En er zijn een paar dingen die al gepland zijn om dat ook aan te pakken. Dus dat is in ieder geval het doel. En uiteraard als je hier bent, is het aan de vooravond van Hindoestaanse immigratie. Dat neem je mee in de herdenking. Als je hier bent, is het ook namelijk een straat die vernoemd wordt naar een persoon die enorm veel doet voor de Nigeriaanse gemeenschap op het gebied van volksgezondheid. De Chander Mahabir. Ook dat is gebeurd, neem je dat ook mee. Natuurlijk heb je ook je politieke activiteiten, je hebt ook je sociaal-maatschappelijke activiteiten, wat we gisteravond gedaan hebben. En dat is de rol van de president. Bezig met staat, bezig met bestuur, bezig met de samenleving, bezig met de problemen van de samenleving. Ook tussen de mensen zijn, ook zorg dragen namelijk dat je de mensen aanhoort, ook aandacht aan hen schenkt. Samen met je structuren. En ik ga vragen namelijk de ministers hun deel kunnen presenteren wat zij gedaan hebben, wat valt binnen hun ministerie en wat voor activiteiten zij ontplooit hebben. Op basis van één, de planning die ze hebben voor dit district, maar ook op basis van de gevolgen van de zware regels. Ministers. Gisteren hebben wij, of zijn we naar Nikeri, toegereden. Omdat wij na de zware regens van vorig jaar, toen alles onder water was gelopen, hebben wij wat lessen geleerd. We hebben toen wat maatregelen getroffen. En het was meer de bedoeling om te kijken van of die maatregelen gewerkt hebben. Zo hebben wij bijvoorbeeld, oké, de reparatie van pompen, vervangen van pompen, dat is een proces, dat is ongoing. Dat loopt. En, niet helemaal naar tevredenheid omdat bepaalde zaken een beetje traag lopen, maar het loopt. Nu, wat we hebben gedaan is dat wij
na jarenlange achterstand in onderhoud, langer dan 10 jaren, want op bepaalde dammen hebben we bomen aangetroffen die zeker 30, 40 centimeter in diameter waren, hebben wij die dammen zelf moeten ontbossen vorig jaar en lozingen opgehaald en dat de irrigatie- en drainageleidingen optimaal zouden kunnen functioneren. Daarna hebben wij meteen een contract getekend met aannemers, ondernemers, voor het naonderhoud. En we hebben meteen getekend voor 2 jaren. Dan ben je even, het probleem even verholpen. Maar om te kijken of het systeem wel goed gewerkt heeft. Hier en daar zie je wel wat zaken die een beetje traag liepen. Met mensen die aannemers die niet op tijd waren met hun onderhoud. Maar overal loopt dat redelijk goed. En we zijn tevreden mee. En zij die een beetje achterliepen, hebben wij ook aangesproken. En dat anders moet. Maar je merkt het ook dat het, waar wij normaliter snel onder water liepen, dat dit keer veel minder is. Ten tweede, de Nanny Swamp en daarboven, waar er zoveel regens valt, en dat de druk op bijvoorbeeld en de dam langs het Tsunamekanaal was bijzonder groot. Het was zelfs overgelopen op enkele plekken, weggespoeld. Met kunst- en vliegtuig hebben wij toen vorig jaar die coupures kunnen dichten. En nu hebben we een systeem ontwikkeld waar wij elke dag, elke ochtend via een app-systeem het zaakje monitoren. Waar de minister van Ros, OW en LVV in zitten zelf. Met hun team technische mensen van Nikeri, onder leiding van het DC van Nikeri, waar wij het zaakje monitoren. En we kijken naar de stand. Elke ochtend wordt gevraagd van wat is de waterstand vandaag. En aan de hand daarvan wordt dan besloten om ergens nog een klepje te openen of een sluisdeur te openen of zo'n schotbalk. Ja, om het weg te halen. En zo monitoren wij. Je hebt bepaalde momenten gehad dat je zei van oké, nu moet je dichtgooien, want het kan zijn dat het niet meer regent en dan hebben wij weer een tekort aan water. Maar zo wordt op dagbasis het zaakje gemonitord, dat vrij goed loopt naar tevredenheid van iedereen. En nu is het alleen maar het zaakje verfijnen. Kijken hoe wij, bepaalde deuren die nog gerepareerd moeten worden, kleine zaken die nog spelen. Maar het gaat de goede kant op. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar de wegen zelf. Elk jaar is het zo dat wij in de droge tijd proberen op tijd zand en schelpen te bestellen. Om dan de wegen aan te pakken. Ook een voorraad op na te houden van indien in geval van calamiteiten. Dan kun je die voorraden aanspreken. En dit jaar is het zo dat wij inderdaad in april die voorraden hadden aangelegd. Tenminste, we hadden inschrijvingen gehouden, bestellingen zijn geplaatst. Maar helaas, we hebben geen droge tijd gehad, dus we konden die wegen ook niet aanpakken, waardoor bepaalde delen, vooral de polders, heel moeilijk bereikbaar zijn. En we hopen, we bidden alleen maar dat het even 1-2 weken, dat wij een droogteperiode krijgen, dat wij ons werk, tenminste de hoognodige calamiteiten, zouden kunnen verhelpen. En we hebben ook 3 houten bruggen. We hebben inschrijvingen gehouden om die te repareren. En dat IDB-project, de voortgang daarvan, dat monitoren we ook. Want nu zouden de waterschapsbesturen gekozen moeten worden. Maar helaas, het ministerie waar het over gaat, het ministerie van ROS, had geen budget. LVV is bijgesprongen. Dus we hopen nu binnen een paar weken de besturen in place te hebben. Laat zij het werk aanpakken of overnemen. Terwijl LVV doorgaat met de overige voorbereidingen. Die polders moeten gerehabiliteerd worden. Alle kunstwerken moeten aangepakt worden, welke in het programma is opgenomen. En dan dragen we het over aan zo'n waterschap. En dan hopen wij dat wij daarmee dan die discussie rondom onderhoud van wegen, lozingen, kanalen, andere kunstwerken. En dat voor ons als overheid achter de rug is. Dat wij ons kunnen bezighouden met andere zaken. Vanmorgen heb ik een groep boeren ontvangen. Geen rijstboeren, maar meer in de groente- en fruitboeren.
van KVGP en nog een paar andere. En die aangaven, die de behoefte aangaven van ze willen hun fruit en groente teelt verder upgraden. Omdat ze ook gehoord hadden ondertussen dat er wat mogelijkheden zijn ontstaan voor afzet van groente en fruit in de Caribbean. Barbados met name. Afgelopen weekend was er daar zo'n expo, zo'n beurs voor een agrarische producten. Agrofest heet het. Voor Suriname was het een groot succes. En de vraag is groot. Nu is het het organiseren van alles in place brengen. LVV heeft natuurlijk wat huiswerk te maken ten aanzien van de fytosanitaire zaken. Maar ze geven ook aan duidelijk, men zoekt naar producten die verwerkt zijn. En meer Javaanse producten, want we zijn uniek hier op het westelijke halfrond. Met onze pindasambal en andere producten. De vraag is groot, dat gaven ze aan. En wij zeggen van luister, mensen die belangstelling hebben om mee te doen in het geheel, laten ze zich opgeven bij LVV. En het kan ook hier zijn in Unikeri, maar ook in Paramaribo. En dan gaan wij die groep een aparte behandeling geven. Ze gaan getraind moeten worden om aan al die voorwaarden te voldoen. Maar verpakking bijvoorbeeld. We hebben geen verpakkingsindustrie. En die landen die toeristisch georiënteerd zijn, die willen producten hebben in een goede verpakking. En soms is de verpakking duurder dan je inhoud, maar je gaat het moeten doen. Dus die zaken pakken we dan ook op. En we hadden een verzoek gedaan aan de regering van Barbados. Van we willen daar een trade and business center opgezet hebben. En de bedoeling is, zoals in Nederland bijvoorbeeld wat we ervaren, de exporteurs die op dit moment hun groente en fruit exporteren naar Nederland, ze beconcurreren elkaar dood op die markt. Als u een klant heeft daar en ik wil ook op die markt, dan ga ik een stuivertje omlaag in mijn prijs. Dan bent u uw klant kwijt, maar dan heb ik dan die klant en dan komt daarmee iemand anders die weer omlaag gaat. Dat zie je bij reis ook gebeuren. Dat wil ik niet herhaald hebben. En ik heb met de jongens die mee waren naar zo'n agrofest, ik heb één afspraak gemaakt. We gaan samen optrekken. Als ik dragonfruit heb en je hebt ook dragonfruit, dan gaan we één prijs hanteren. En ik mag u verklappen dat de overheid van Barbados ons een ruimte beschikbaar heeft gesteld waar wij ons trade and business center kunnen opzetten. En we kunnen het bemensen. En van daaruit, Barbados is niet zo groot, maar alle lijnen ontwikkelen naar de supermarktketens. En ik moet wel zeggen, alle landen die hadden deelgenomen daar, qua kwaliteit hebben we heel goed gescoord. En je zag ook duidelijk aan de reactie van de potentiële klanten die daar binnenkwamen, van ze willen met Suriname zaken doen. Nu is het kwestie van een ieder aan boord krijgen. En ook er is een ondernemer die al zover, of praktisch al zover is met een cargovliegtuig. Er zijn een paar anderen die werken aan zo'n vrachtboot. Dat wij het logistiek probleem in de Caribbean zo proberen op te lossen. Het gaat nu niet om grote hoeveelheden, maar voor groente en fruit. De indicatie welke we hebben is, het gaat om tussen de 5 en 10 ton groente en fruit op dagbasis. Daar praten we over. Dus het is een goed begin. En u weet, Caribbean, mevrouw Barbados, prijstechnisch zijn daar heel goed voor ons. Dus die dingen zijn we mee bezig. Dus vanmorgen heb ik dan gisteravond op een meeting hebben we dat ook meegedeeld. Vanmorgen, aan de hand daarvan, is een groep bijeengekomen. Met hun verder deze informatie gedeeld. En ze willen natuurlijk ook verder gaan met andere fruitsoorten. Marcosa is weer genoemd, welke ze zwaar willen aanpakken. Maar bijvoorbeeld het gebied welke door KVGP wordt bestreken. LVV gaat daar ondersteuning geven om hun waterhuishouding ook op peil te brengen. Dus dat zijn zaken die we allemaal besproken hebben. En dit is hem. Dank u wel. President, ik heb gisteren goed naar u geluisterd van Hakweer. En ten aanzien van grond wil ik u even meegeven, tenminste als ik de grond het goed heb begrepen, dat iedere Surinamer een bepaalde liefde die bereikt, een bouwkavel mag hebben. Of in staat gesteld wordt om een bouwkavel te bezitten. Maar wij zien in de praktijk dat diverse Surinamers,
meerdere bouwkavels beschikken. En dat is een stukje oneerlijkheid. En die oneerlijkheid moeten we zoeken aan de kant van de overheid, wat de overheid heeft uit. Ik vraag u dat u uw mensen aanzet om erop te letten dat het niet meer zo zal gaan. Dat we die orde kunnen blijven handhaven en als mensen voor economische activiteiten dat meerdere bronnen nodig hebben, dat ze die indien die mogelijkheid te beschikken, dat ze ook die gelegenheid krijgen. Dat is ten aanzien van bron. Ik hoor graag uw inzicht op dit stuk. Basu, ik vind het jammer dat ik de minister van Sociale Zaken wel in het district heb gezien, maar helaas niet aan tafel. Ja, laat mij dan direct aangeven dat de minister in principe als de persconferentie eerder zou beginnen wel beschikbaar was, omdat hij een commitment al had in het district zelf. Dus hij heeft mij gevraagd om hem te presenteren. Dank u wel voor die informatie. Want er waren ook op dat stuk enkele zaken die zich in dit district voordoen. Ja, maar dan zullen wij die dan opsturen. Backtrack, daar heb ik u niet over horen praten. Ik weet wel dat u de laatste keer in de keer had aangegeven dat er gewerkt wordt aan dat traject. In principe een beetje algemeen, maar meer gericht naar de minister van LVV, want we hebben een goed gesprek gehad met de minister van Openbaar Werk in het veld. Minister LVV, met uw toestemming, conferentie, mag ik dat direct doen? De president Bernard Volder, welke informatie heeft u daarover voor ons? Er zijn 3 watermasters aangesteld in het district. Op basis waarvan zijn er 3 watermasters en zijn die mensen wel geknipt voor de job die ze moeten uitvoeren. Keursmes, de boeren die vragen waar blijft de goedkope keursmes. U kunt ze niet kwalijk nemen, er is voor 20% de informatie naar binnen gekregen, ingezaaid en die ingezaaid moet goed gaan lopen en uiteraard moet er een keursmes zijn. Fruit, groenteboeren, maar ook de veeboeren, hoe zit het met locaties voor deze mensen die verdere economische activiteiten moeten ontplooien in dit district? En aan het eind, meneer de minister, kunt u een indicatie geven in geld uitgedrukt wat die potentie is die Barbados voor ons schept? En NOVA, wanneer het treedt dat in werking? Ik had in feite nog een vraag, dat is voor de president. Ja. Wat is de eindstand van de wedstrijd Suriname-Jamaica? Als wij naar de president mogen luisteren, want u bent de man die eigenlijk het initiatief liever dat wij vandaag voor grote uitdagingen kunnen zijn en die uitdagingen kunnen invullen. Dank u wel. Ik heb veel gesprekken gehad de afgelopen periode met SVB, met zoveel andere voetbaldeskundigen. En we hebben ook geconstateerd dat er voetbalpotentie is in het land. En ik heb eerder al gezegd, die school die gebouwd wordt in het district Marwijn-Mungo, daar komt er een afdeling voetbalschool. Omdat er enorm veel talent is. We beginnen daar. Ik weet dat talent overal in het land is, maar je moet ergens beginnen met een pilot. En we hebben de overtuiging dat alle Surinamers die hun weg gevonden hebben bij topclubs in de wereld, dat ook gedaan hebben op basis van een talent. En dat talent is er ook hier in Suriname. Alleen moeten wij nu de mogelijkheden voor hen gaan creëren dat ze hun talent goed kunnen ontwikkelen door middel van school, door middel van coaches, door middel van ook faciliteiten. We hebben laatst ook een voetbalveld in gebruik genomen, daar op de Beekhuizen. En je ziet wat KNVB doet, samenwerken met Staatsoliesportfonds. Is niet alleen een veld overdragen, maar ook coaches die getraind worden. Een organisatie wordt ook overgedragen. Dat is wat we nodig hebben. Dat die groep, die jonge spelers, een keertje WK gaan bereiken, die heb ik overtuigd. Maar waar staan we nu? Dat je het moet doen met wat je hebt nu, aan eigen kwaliteit, en die is er. Wat je hebt in de diaspora, gelukkig zijn ze bereid om voor ons uit te komen.
Wat ze nu moeten doen, een goed team hebben. En ik heb de overtuiging dat na elke wedstrijd ze beter en beter en beter wordt. Dus ik geloof best dat ze kunnen winnen. We gaan ook als Suriname, als één man, één vrouw staan. En ik heb de overtuiging dat we die winst binnen gaan halen. Daar komen jullie bij. We gaan die winst binnen halen. Ja. Oké. Okay. Barbados, laat me ook even aangeven. Ik was ook... met Barbados zijn we al geruime tijd bezig te praten. Ook tijdens die vorige regering waren er goede afspraken gemaakt met Barbados. Als je gewoon praat over Barbados en als je zo droog met elkaar praat, dan besef je niet wat er gaande is in de regio. Het is goed dat ik dat bevestig als inkomende voorzitter van CARICOM. Maar nu ga ik leiding aan dat proces geven. Wij hebben afgesproken met de president van Guyana. Van luister, die landen daar in het Caribisch gebied, die eilandstaten, die hebben prachtige toeristische faciliteiten als het gaat misschien om strandtoerisme met mooie witte zand en mooie hotels en nog uiteraard andere dingen. Maar wat wij hier hebben is vasteland met vruchtbare grond, met ecotoerisme, met biodiversiteit, met cultuur, culinair. Dus we moeten nu gezamenlijk kijken hoe we maximum profijt kunnen halen uit toerisme. En Barbados, de premier heeft ook gezegd van kijk, wij krijgen nu in de post-COVID-periode die grote cruiseschepen. Ze komen al aan. En weet je wat ze nodig hebben? Voedsel. Voedselveiligheid. Maar ook voedselzekerheid, ze garandeerd zijn. En wie kan dat leveren? Wij. Guyana. Guyana heeft in de cohesie cabinet, dat is het zogenaamde schaduw kabinet van CARICOM, heeft Guyana in haar portfolio de agrarische sector. Zij moeten dat trekken. Wij hebben in ons portfolio jeugd, cultuur, sport en gender, 4. En nu hebben we industrieel beleid toegevoegd gekregen door het besluit van de staatshoofden, recentelijk op Belize. En we hebben eergisteren die werkgroep samengesteld. De secretary-general is gekomen van Guyana, van CARICOM, samen met de ambassadeur die gaat over, namelijk industrial policy. En samen hebben we besproken namelijk dat we op de conferentie een eerste draft van onze strategie gaan presenteren. Met betrekking tot industrieel beleid voor de Caribische regio. En natuurlijk ga je een korte termijn beleid hebben, een middellang termijn en een lang termijn beleid hebben. Die strategie wordt ontwikkeld in CARICOM met ondersteuning van het secretariaat en de Surinaamse deskundigen. Uiteraard deskundigen van alle Caribische landen. Maar we gaan daarbij ook indienen een actionplan wat je niet moet doen. Op basis van een stukje pragmatisme. En wat is dat? Landen van CARICOM, geef me even de top 10 producten wat je hebt. Non-food, dat is geen voedsel. De 10 andere producten wat jij produceert. Dan laten we die lijst krijgen. En die heb ik al opgevraagd. En dan ga je zien namelijk wat die landen produceren. En dan ga je ook merken dat er geen samenwerking is tussen die landen om elkaars producten af te nemen. Dus dat gaat de tweede lijst van me zijn. Geef me een lijst van al die barrières en al die obstakels waarom die producten niet naar elkaar kunnen gaan. En dan gaat er een derde beleidsdomein ontstaan en dat heb ik genoemd de coalition of willingness. Die landen die bereid zijn om met die listing alvast met elkaar samen te gaan werken. Dat ik 4, 5, 6 producten van jou neem en jij begint 4, 5, 6 producten van mij te nemen. Een derde land komt erbij, een vierde land komt erbij, een vijfde land komt erbij. Maar tot nog toe is er gewacht geworden totdat alle landen besluit moesten nemen. Dit gaan we niet doen. Barbados heeft hoge ambitie. En ik heb met de premier afgesproken, hier gaan we in de eerste week van juli die overeenkomst tekenen tussen Suriname en Barbados. Op allerlei gebieden. En ik heb hen ook uitgenodigd, kom hier in Suriname om een cementfabriek hier voor me te vestigen. Want de cementprijzen hier zijn moordend voor de bouwsector.
En je ziet dan een importeur importeert vanuit Barbados, maar het is geen product van Barbados. Het is een product vanuit Turkije. Dus het wordt niet als een product van Barbados doorvergaan. Hier is de uitdaging waar ik tegen de premier van Barbados zeg. Aan dat product van cement moet er een toegevoegd element komen waardoor het Caribisch product wordt. Waardoor het zonder invoerrechten verscheept kan worden naar Suriname, waardoor die prijs omlaag gaat. Maar met die dingen zijn we bezig, maar uiteraard opkopen van voedsel, opkopen van fruit, omdat ze enorm veel toeristen krijgen. Maar tegelijkertijd zoeken van kleinere schepen om die cruise-passagiers te brengen naar Suriname voor die andere leuke dingen die toeristen ook kunnen krijgen. En wij moeten snel inspelen, want we hebben als regering het besluit al genomen dat Suriname het eerste land wordt in de wereld waar je visumvrij kan reizen. Dat besluit hebben we al genomen. Dus je gaat mensen krijgen die 6 uur 's morgens wakker gaan worden en 1 uur een vliegtuig pakken. Ik ook al vakantie staan, nou kan ik dat bij. De vraag is, zijn onze hotels, taxi, restaurants, binnenlandse toeristenorde, zijn ze al voorbereid? En daarom was ik bijzonder blij dat ik het project van Hakrimbank gelaunched heb, eergisteren. Waarbij we hebben laten zien van dat het wel mogelijk is in Suriname dat een financiering, een bank, samenwerkt met de vakantieorde en tegelijkertijd een internetbetalingssysteem heeft dat je kan boeken en zelf kan kiezen waar je wil gaan, zodat die orde ook geld krijgen. Maar vooral in de post-COVID-fase hebben ze een opstart nodig en die bank bereid is hun geld te lenen. Dus hier zie je duidelijk een prachtige vorm van public-private samenwerking. Dus nogmaals, met Brazilië, met Barbados hebben we verregaande samenwerking, samen met Guyana ook. Maar we hebben beslist. En ik zie een paar mensen zo vervelend reageren, soms. En wij zeggen, kijk, we hebben land hier, we hebben enorm veel land. Jullie daar, eilandstaten, jullie hebben kapitaal. Waarom kunnen we kapitaal niet koppelen met landbouwgrond hier en uw investeerders aantrekken, samen met Surinaamse ondernemers, hier in Suriname gaan investeren voor de Caribische markt. En ik ben teruggekomen van Belize. Ik heb de minister opdracht gegeven. Minister, gaat u die gronden voor me identificeren? En hij heeft al meer dan 10 gronden geïdentificeerd. En nu heeft hij 2e opdracht gehad. Gaat u voor mij een onderzoek verrichten voor welke type vruchten, fruit en of agrarische producten die grond geschikt zijn? Dus die informatie krijgen we en deze gronden gaan we presenteren op de CARICOM-vergadering hier als ze zijn. Een onderdeel van de industrial policy. En waarbij we de Caribische landen gaan uitnodigen samen met onze ondernemers. Op het niveau van public samenwerking, maar ook op het niveau van public-private samenwerking te komen investeren. Dan ontwikkelen we duurzaam onze agrarische schuur. En niet anders. En natuurlijk moeten wij ons niveau gaan optrekken met onderzoekskwaliteit, met moderne laboratoria, met deskundigheid, zodat we alle fruit en producten, agrarische producten van Suriname goed kunnen onderzoeken op stoffen die gevaarlijk zijn, maar ook onze producten klaarstomen voor de Europese markt, klaarstomen voor de Amerikaanse markt, klaarstomen ook voor de rest van de wereld. En dat is ook een onderdeel van het beleid van het ministerie van LV, maar de andere zaak kan de minister meenemen. Backtrack. Ja, we hebben direct een werkgroep samengesteld. De werkgroep staat onder coördinatie van minister van Buitenlandse Zaken. En ze hebben inmiddels het oude dossier van de minister van Justitie en Politie van 2008 gevonden. En dat gaan ze als basis gebruiken om het plan verder te ontwikkelen. En de visie van deze regering is, hoe kan het ook anders, want die minister van Justitie en Politie is nu president. Reguleren, ordenen, samenwerken met Guyana, samenwerken met alle instituten, zorgen voor veiligheid, zorgen voor ook de goede aanmeerfaciliteiten en zorgen namelijk dat het verkeer veilig kan plaatsvinden. En dat alles wat meegenomen wordt aan personen- en goederenverkeer ook onderworpen is aan een goede controle. En dat alles wat bedreigend is, ook tijdig gedetecteerd kan worden. Dat is onze visie. En dit moet ook een approach zijn van public-private samenwerking. Wordt een praktisch toeristisch oord. Jullie zijn van Ikeri. Jullie kunnen vandaag beginnen met de assessment.
alle appartementen, alle gebouwen wat gehuurd kan worden, alle hotels, vol. En ik zei, dit gaat groeien. Dus naast die reissector is dat die tweede sector, toerisme sector, wat opgepakt moet worden. En hier moet die high-rise komen. En ik ben bijzonder blij dat twee, dus van de totaal 6 short-base bedrijven, die gereageerd hebben op die expression of interest, waar we staatsolie gevraagd hadden om de lead te nemen, 4 de normen, de standaarden en de procedures gehaald hebben voor Paramaribo. 2 hebben gehaald voor Nikeri. Alleen zijn ze nog, ze hebben nog geen toestemming van ons gehad. Dat staat waarom niet? Omdat ze nog geen grond hebben kunnen presenteren aan ons dat ze hier die investering gaan doen. Ik kan zeggen, ze zijn naastig bezig om grond te zoeken waar die shorebase moet komen. En ik hoop dat ze het vinden. Alleen zeggen wij, je moet het doen met een local content. Een lokaal bedrijf moet het gaan doen en in één geval is dat havenbeheer die dat aangevraagd heeft. Maar de eerste informatie is namelijk dat het de locatie binnen de beheerstructuur is van Bigipang. Dus de minister van GBB heeft een werkgroep samengesteld om deskundig advies te krijgen hoe hiermee om te gaan. En tweede is bezig om hier grond te zoeken en ik hoop dat ze snel kunnen vinden. En zodat ze kunnen investeren. Want met die shorebase ga je dan ook dat groter plan wat we hebben voor Nikeri ook makkelijker kunnen uitvoeren. En u kent het plan inmiddels al. Gas, goedkope gas, die tot exploitatie brengen. Dat kan met Guyana samen. Heb je goedkope energie. Industriële ontwikkeling in Nikeri. Die brug naar Guyana. Van Guyana die weg naar Brazilië, waar we Brazilië zeggen die weg gaan ze op de highway maken. Maar voor het noorden van Brazilië is onze shore de dichtstbijzijnde plaats om met containers te komen. En dan krijg je enorm veel vracht, krijg je werkgelegenheid hier zo. En natuurlijk kijken we naar die oil and gas, waarbij Total is met een vestiging daar in Frankrijk. En dat er Apache is die een vestiging daar heeft in Amerika. Dat we ook onze airport hier moeten hebben. De eerste design is al gemaakt. Er is al een werkgroep. Dat wordt geformaliseerd binnenkort om verder te werken. De brug, ik neem aan dat de minister van OWD informatie aan jullie al verschaft heeft, loopt en alle voorbereidingen worden getroffen zodat we met de bouw begin volgend jaar kunnen starten. Dan zie je dat grote plaatje en met resterend gas naar West-Suriname, bauxiet van beide landen, alleen aardefabriek daar en met resterend gas exporteren naar Brazilië. Dan zie je die strategische ontwikkeling. Maar daaronder hebben we die ontwikkeling te maken. Hebben we nu met toerisme, met betrekking tot markt. Daar is de minister van Openbare Werk al bezig met de openbare inschrijving. Dus we zijn wel los aan bezig. Maar de vraag is, hoe beginnen we aan die zie? Van waar komen die arbeiders? Denk eraan. Dus we hebben wat uitdagingen. Dat we ook, en dat heb ik nu doorgegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken. Alle personen die met een projectdossier komen om te investeren. Ik moet een paragraaf zien. Hoe kom je aan arbeiders? Want dat is het issue nu ook geworden in Suriname. En de opdracht heb ik al gegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken. Als het een goed projectplan is. En we zien namelijk dat er zoveel arbeiders nodig is. Zoveel werknemers nodig is. Zoveel kan gevonden worden in Suriname. Want local content heeft hoge prioriteit. Maar zoveel kan niet gevonden worden. Dan mag je die binnenbrengen. Daar moet aangegeven worden welk land. Op basis van goede voorwaarden. Op basis van inachtneming van regelgeving. En op basis ook van goede onderzoek met betrekking tot hun verblijf, huisvesting, etcetera. Dus ook daar is er groen licht aan gegeven dat we ook arbeiders hier kunnen brengen om te zorgen dat die investeringen ook uitgevoerd kunnen worden. En voor wat betreft meerdere kavels, ja, al die personen die geregistreerd zijn voordat ze een kavel krijgen, gaat het eerst in een systeem van GLIS. En dan wordt er gecheckt of die persoon niet al een perceel heeft. Dus onze prioriteit nu is alle personen die geen percelen hebben. Geven. En tweede prioriteit gaat zijn personen die bijvoorbeeld tuinbouw willen of agrarische. Maar nu even helpen de personen die geen kavel hebben en die willen bouwen. En je ziet, we hebben bouwkavels. Er zijn
500 vierkante meter, dat is de opdracht die we geven, zodat iedereen een stukje grond kan krijgen. En ik sta helemaal achter uw visie, namelijk elke Suriname moet een stukje grond kunnen krijgen van de overheid. En voor de rest, als het gaat om investeringen, dan moet men dat met een investeringsplan komen presenteren. En niet grond gaan aanvragen, grote lappen grond, om te gaan speculeren. Hoe dan anders aan dat? Dat moet een businessplan zijn, een investeringsplan zijn. En dan gaan we kijken of het transparant is. En dan gaan we kijken of iedereen gelijke kansen krijgt. Want mijn heren zijn zijn heren, je heren te worden. Mijn heren, dat schrift zijn zijn jouw heren. Oké, maar dan gaan we het aanpakken. Dank u wel. U kent de historie. Toen we het areaal terugkregen, we zijn begonnen ergens. Zonder 1 cent in kas om de terreinen daar in cultuur te brengen. Je moet eerst een aantal jaren of seizoenen daar rijst op geplant hebben om het areaal op te schonen voordat je begint met saaizaad aanmaken. Een ander beleid wat ik heb ontwikkeld op het ministerie is, je weet, er zijn een aantal parastatale bedrijven welke onder LVV vallen. En ik heb maanden met de leidingen van die parastatale gezeten. En je komt tot de ontdekking dat als ze in hun eentje opereren, dat ze armoezaaier zijn. Maar als je zegt van, hey, kijk waar de gemeenschappelijke belangen zijn en hoe je met elkaar zou kunnen clusteren, dan kan het zijn dat het een boom kan brengen. En hier hebben we gezien de locatie Prins Bernhard Polder. Een locatie Koningin Juliana Polder en het Faiterrein. Fai heeft problemen op dit moment met bokodisies. Op Yarikaba hebben we het onder controle. Hier in Ikeri hebben we het nog niet onder controle. En voor Ikeri hebben we nu een partner gevonden in Nederland om dan op de gronden hier van een Ikeri. Het zijn wat lichtere gronden, dus je zou daar fruit kunnen doen. En we zijn daar samenwerking aangegaan met een bedrijf uit Nederland, samen met Zweden, dus een joint, waar we een avocado en gember zullen doen. Je zoekt naar diversificatiemogelijkheden, waar je ziet dat Bakova alleen riskant is. Nu, het terrein van SCL, en er is een vraag gekomen vanuit FAI, van luister, ik wil geen arbeiders naar huis sturen. Twee, ik beschik over wat equipment welke ik zou kunnen gebruiken te Prins Bernhard Polder. En een equipment waarover SCL niet beschikt. Minister, kunnen we niet een samenwerking aangaan met elkaar? En u gaat lezen, de president gaat over een verslag van 2 jaren regering in Sandokje-Drunswijk. Dan gaat u op bladzijde 84 lezen, waarin staat dat een ADRON, SCL en FAI samen zullen opereren om daar de terrein en cultuur te brengen. Dus dit seizoen, het eerste seizoen, gaan we even niks doen. We ronden zaken af om dan in november lijn 3 en 4 ingezaaid te hebben. Samenwerking ADRON, SCL, FAI. Dan hoef je arbeiders naar huis te sturen, maar je hebt wel geholpen dat die bedrijven dan elkaar helpen om te overleven. Dat is de strategie erachter. En u kunt blijven volgen, de ontwikkelingen daar, maar dit is al beklonken. Over de drie water, of de watermasters. U weet, dit heeft te maken, of dit valt binnen het IDB-project L1052, waar is aangegeven dat we watermasters nodig hebben. Mensen die continu in het veld zijn om de zaken te monitoren. En uw vraag is of die drie personen daarvoor geknipt zijn. Er is een profiel. Op basis daarvan zijn er mensen gerecruiteerd. En we weten dat die ervaring hebben we niet. Maar die mensen zullen bijgetraind worden. Hun faciliteiten zullen ook in place gebracht worden. We hebben locaties ook aangewezen. We werken nu aan de facilitering van die mensen. Transport op dit moment. Vorige week hebben we nog een stukje moeten tekenen daarvoor. Maar we gaan ze inzetten. We gaan kijken hoe dat loopt. Het is onderdeel van het project door IDB gefinancierd. En we moeten ook onze target zien te halen.
Waar ga je ze anders vandaan halen? Kunstmest. Jullie volgen het ook natuurlijk hier. En, na die inschrijving waren een termijn van 60 dagen afgesproken in het contract voor levering van een kunstmest. Ik heb een brief gehad van een toeleverancier waar hij vraagt om 2 weken, tenminste, dat hij geeft aan dat hij 2 weken vertraging heeft opgelopen vanwege overmacht. Maar ondertussen weet ik dat heel Nikeri al weet van waar het aan ligt. Dus laten we even afwachten. Ik heb begrepen dat volgende week de boot beladen gaat worden. Dat er nu... Pardon? Waar aan ligt het? Aan uw eigen Nikerianen. Kun je dat zeggen? Nee, laten we bedoelen op elkaar spelen. Die meneer heeft gehad om goedkoop, tenminste heeft een bron aangeboden van waar hij goedkoop kunstmest zou kunnen importeren. En anderen, die stukken duurder waren bij de inschrijving, proberen nu daar tenminste iets aan te doen, te saboteren, ik weet hoe je het wil noemen, dat het zaakje niet succesvol wordt. En uiteindelijk zou dan de boer het gelag moeten betalen. En u weet, er waren mensen die zelfs meer dan 40 miljoen hoger lagen bij de inschrijving dan de laatste inschrijver. Dan begrijpt u wel waarover ik het heb, zonder namen te noemen. Dus het gaat komen met een beetje vertraging. En ik weet dat boeren die ze hebben ingezaaid en die schreeuwen om kunstmest. Maar helaas op dit moment, het is inderdaad overmacht. Dus ik hoop dat wij de eerste bemesting met die boeren nog op tijd kunnen plegen. U praat over een locatie voor fruit. En ik denk dat u ook de bermboeren mee wilt nemen. Het volgende. In zo'n deal met FAI, SCL en ADRON proberen wij nu mee te krijgen en we gaan meekrijgen dat wij een areaal van FAI, welke dan niet benut gaat worden, want u weet, een deel gaat naar aanleggen van het vliegveld en we proberen daar nu iets meer dan 100 hectare van de FAI beschikbaar te krijgen. Er is voorzien van alle infrastructuur, beddenstructuur, noem maar op, om dan die boeren die de bermen beplanten, daar te faciliteren. En ze kunnen ook als outgrower functioneren voor FAI. FAI heeft 2 jaar geleden meegedaan aan de Agrofest op Barbados. Voor het eerst, toen hebben ze daar een markt gevonden. Ze exporteren nu bananen of bakoven daar naartoe. FAI heeft afgelopen weekend weer meegedaan met de rest van de groep. Nu hebben ze wat meer ervaring, ze kennen de markt daar al. En nu zijn ze met opdrachten teruggekeerd voor dragonfruit en nog een paar andere producten. En waarbij FAI dan deze boeren die de bermen beplanten goed zou kunnen gebruiken als outgrowers. Dus ik hoop als dat allemaal zo gaat volgens planning, dat wij dan het probleem van de boeren van de bermen ook hebben kunnen oplossen. De veeboeren inderdaad. Ooit is die keer niet begonnen. Met stalweiders en boeren die een paar koeien hadden, konden hun vee daar kwijt. Maar in plaats van die paar koeien zijn die boeren uitgegroeid naar een paar 100 koeien. En die wil je natuurlijk niet stoppen in hun onderneming. Die wil je verder faciliteren. We hebben nu wat gebieden geïdentificeerd ten zuiden van Nieuw-Nikeri. En het proces is ingezet. Er zijn brieven gestuurd via de president naar minister GBB. Om die terreinen in te trekken, dat wij daar die boeren zouden kunnen helpen. En kijk, als je praat over een paar 100 stuks vee, dan moet je die man een paar 100 hectare geven. Anders heb je niet geholpen. En dan hoop ik dat daarmee ook het probleem van vee, loslopend vee, her en der, heen naar polder, klaagt er veel over, dat wij daar in dat gebied al deze boeren hebben kunnen helpen. Ze gaan natuurlijk, wij gaan werken met bruto-verkaveling. De boeren gaan hun terreinen verder zelf in cultuur moeten brengen, zelf moeten investeren. Maar dan hebben ze een locatie waar ze naartoe kunnen gaan, of kunnen uitwijken. Potentie Barbados. Er zijn diverse producten. Gebakoven gaat al, 1 tot 2 containers per week. De behoefte daar is aan meer, maar we kunnen even niet voorzien. En ook de avocado willen ze. Surinaamse gember willen ze, wat je normaal niet hoort, maar mensen daar zijn al gewend daaraan. En veel, wat ik eerder zei,
en sambal, noem maar op, dat soort producten hebben ze dus nodig. Maar kip, pluimvee, als je gewoon kip zou willen exporteren, zelfs als nee, we zijn totaal voorzien. Wij komen met het idee van laten wij borstfilet exporteren en de rest achterhouden. Ook daarvoor zeggen ze, we zijn goed voorzien. Als je een saté maakt, met die pindasambal erbij. Dus de jongens die terug zijn gekeerd, die komen met die ideeën nu. En die willen ze dan verder gaan ontwikkelen. Dus de potentie is er. Ze willen ook veel vis hebben. Eigenlijk is elk vis welke we vangen op dit moment al verkocht op de wereldmarkt. De vraag naar vis is groot. De prijs is de laatste 3 jaar zeker met 50% omhoog gegaan. En wij kunnen alle landen van de wereld kunnen bedienen dankzij ons Fiscus Instituut. Het is van Europees niveau. En we geven juist training, of we zorgen juist training in het Caribisch gebied. We helpen de anderen ook. Maar ja, van wereldformaat, ons VKI. Vandaar dat wij geen vis meer hebben om te exporteren. En dat nu zelfs we zover zijn dat onze bedrijven vis importeren uit Brazilië en uit Argentinië, welke hier verder verwerkt wordt om te exporteren. Zo zie je, als je je op de kwaliteit concentreert, dat je dan, dat eigenlijk dan de wereld voor je open staat. We hebben zitten calculeren de waarde, vragen welke zij daar hebben, maal de prijs, afhankelijk van het product. En we komen nu al op een, we zouden omzet nu al van, om ermee te beginnen, van $10 miljoen per jaar kunnen halen. Gewoon op een simpele manier. Het kan verder gaan groeien, maar hou er rekening mee. Er wonen maar 300.000 mensen daar, maar je hebt wel meer dan 1 miljoen toeristen per jaar. Dus maar aan de andere kant is het zo. Kijk, de Europese consument, die is een beetje nieuwsgierig, die wil van alles proberen. Maar de Amerikaan, wat hij niet kent, eet hij niet. Hè. Dus dan moet je daar ook rekening mee houden. Maar die markt is groot, Nova. We maken nu haast, we hebben een team benoemd met een tijdslijn waar wij proberen om 2e week van juli operationeel te zijn. Er zijn hele procedures aangegeven in de wet van samenstellen van het bestuur. Je weet, er zijn 3 van de overheid, 3 afvaardigingen hebben al, 4 van de private sector. Vorige week hebben we die kandidaten ook al allemaal de namen hebben binnengehaald. Nu moet de commissie dat allemaal gaan selecteren op basis van de criteria. Het proces, er is toen ook in de wet aangegeven, er moet je weet, je hebt daar een bestuur, maar je hebt een beheerder. En de beheerder moet een financiële instelling zijn, welke onder controle van de centrale bank valt. Maar je moet de inschrijving houden. Dat hebben we gedaan. Heel procedure daar gevolgd, met voorlichtingsdagen, noem maar op. En dat is allemaal afgerond. De commissie heeft een advies uitgebracht en begin komende week, als het me lukt, wil ik even afstemmen met de president daarover. Want ik wil het woensdag aanstaande in de Raad van Ministers behandeld hebben, goedgekeurd hebben, om zo'n bestuur zo snel als mogelijk te installeren, dat zij door kunnen gaan, om dan 2e week van juli ready te zijn om de eerste kredieten te verstrekken. Dus het is een tijd, timeschedule, maar houden we ons daaraan. En ik denk dat dat de vragen waren. Dankjewel. Infrastructuur, het voorstel van Action News, misschien kan deze minister daarop ingaan. Dat zijn de 3 autoriteiten die gaan over infrastructuur en machines. Baas Soekart, ja, dat is ook vandaag beslist. Er komt een one window, wordt een afdeling daar bij je SZF gebouwd. Je moet maar 1 plaats gaan klaar. Alles wordt hier verschaft. Dat is 1 van die besluiten, maar ja, ik ben niet uitvoerig ingegaan op alle besluiten die genomen, maar dat is 1 van de besluiten die genomen is vandaag. Ja, backtrack, die commissie moet uiteindelijk aangeven wat de juiste naam is, want inderdaad kan backtrack een beetje een negatieve connotatie hebben, maar die commissie moet uiteindelijk aangeven, we gaan naar iets positiefs, we gaan naar iets moderns, dus laten we kijken wat de beste naam zal zijn. Dat is ook een taak van de commissie om dit allemaal voor te stellen aan ons als regering. Alvin, ga ik me
jullie bedanken, want ik begrijp dat hier wat mensen naar voetbal willen gaan kijken. Maar ik heb nog een vergadering, ik heb nog twee vergaderingen. Helaas kan ik niet naar die voetbal kijken. Twee korte vragen. Ik ga nu vragen over de president, omdat SLM of Flyer Trust. Ik ga nu vragen voor de president. En de volgende is, wat is er aan de hand met die vissers te Moskou? Vissers de Boskamp, ik ken het probleem, minister. SLM, Flying on Trust. Dus we hebben wel in het parlement ook al aangegeven. We zijn bezig met een totaal reddingsplan, een herstructureringsplan. Je kan het aan de samenleving gaan aangeven wat het is, maar je moet rekenen houden namelijk dat SLM heel wat overeenkomsten heeft. SLM heel wat partners heeft, nationaal en internationaal. En als je een herstructurering en herstelplan, dan moet je met alle partners even afstemmen. En we hebben even geen ruis nodig. Maar natuurlijk kan ik best begrijpen, zo'n vakbond die weet ook niet wat er aan de hand is, dan komen ze met acties. Ik heb de clusterteam van ministers gevraagd, gisteren om in onderhandeling te gaan met de vakbonden. We gaan, ik heb in het parlement gezegd, geef ons tot en met derde week van juni de tijd. Dan gaan we naar het parlement komen met een themavergadering SLM. Dan gaan we naar de samenleving komen met een persconferentie. Omdat je in je herstructurering rekening moet houden met belangen van alle partijen. En niet alleen met die van SLM en die van de nieuwe maatschappij. En als je even dat niet goed aanpakt, dan kan het leiden tot ruis, kan het leiden tot onzekerheid, kan het leiden tot, ja, mensen gaan een beetje wantrouwig worden. En dat is even wat we niet nodig hebben. Dus ik roep vanuit deze plaats op, we zorgen dat die belangen goed behartigd worden van ook onze arbeiders daar, die pensioenen. Maar kom ik als een boomplan, kom ik een boomstrategie in het belang van het land. En wanneer die tijd daar is, niet later dan maand juni, dan geven we alle informatie vrij. Ik heb de vissers een gesprek gehad, de DC van Saramaka was erbij. En er zijn zaken die regulier zijn. Ik heb niks nieuws daar ontdekt, dan dat de veiligheid van de mensen, dat ze zich met je bedrijf voelen, is er nou een... Kustwacht gaan wij verder activeren, tenminste direct in Boskamp. Twee, en, die januari-visserij waar ze over hebben geklaagd. We hadden afgesproken 8 vergunningen daarvoor, landelijk. En als die vissers een keer zouden stoppen, dan zouden ze nog geen nieuwe vergunningen uitgeven. En ze konden niet aangeven of het oude of nieuwe vergunningen waren, maar dat gaan we onderzoeken. En dat ze daar mekaar plekken in pikken, waar ze die palen zetten met die 5 meter. En ik zei, oké, dan ga ik mijn directie en mijn staf sturen om daar een beetje ordening in te brengen. En die ondermaatse vissen die daar in de rivier, die daar gevangen worden en losgelaten worden? Dus dat is in januari. Ja, dat is in januari, waar ze zetten hun netten bij vloed. En zelfs die netten en bij eb, kleine visjes blijven achter. En het zijn netten met kleine maaswijten. Die gaan we moeten opruimen.